De beeldende kunst propageren, de kunstenaars ondersteunen en de jeugd kennis laten maken en de liefde bijbrengen voor die beeldende kunst zijn de belangrijkste doelen van de Nationale Kunstbeurs die gisteren haar 57ste opening had. De jeugd kennis laten maken met de beurs wordt dit jaar nog overgeslagen omdat bij de planning in januari het nog niet zeker was of de beurs weer eens fysiek zou zijn. De kunstbeurs is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij er verschillende vormen van kunst worden gepresenteerd. Michel Brahim, voorzitter van Stichting Nationale Kunstbeurs, omschrijft kunst als essentieel in het onderwijscurriculum, want kunst biedt de mogelijkheid tot ontwikkeling in vrijheid en creativiteit. En zoals George Struikelblok aangeeft, die ontwikkeling van kinderen, dat gaat vaak heel snel. Het is superbelangrijk. Het is de ontwikkeling van die andere hersenhelft. Op de scholen doen we nog steeds meer rekenen, wiskunde, noem het maar op. En dit is de andere hersenhelft. En als we die andere hersenhelft ontwikkelen, dan worden we als mens meer compleet. Dus het is goed voor je eigen ontwikkeling, maar het is ook goed voor je functioneren, zowel privé als zakelijk. Als mens word je beter in je hele functioneren. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ondersteunt de mening van Brahim over kunst in het onderwijscurriculum en vraagt daar werk van te maken. Vanaf de kleuterschool moet je al de kunstvormen een plek geven, zodat kinderen kunnen blijven wie ze zijn, meent Levens. Bijna 1 miljard Surinaamse gulden moeten we gaan uitzetten in dat onderwijs. Bijna 1 miljard. En het curriculum moet veranderen. Alles moet veranderen. Alles moet nieuw. Alles moet vernieuwd worden. En precies wat hier de sprekers aangaven. Balans, rustig. Het hoeft niet allemaal in korte tijd. En als ik dan kijk naar het curriculum waar zij het over hebben, komt kunst nergens voor. Dus je kunt je voorstellen dat in die onderhandelingen het constant gegaan is. We willen niet dat we vak zien, maar het moet in het curriculum mogelijk zijn. Dus dat was een lekkere battle met die banken die alleen maar naar geld kijken en die alleen maar naar resultaten kijken. En als je kijkt naar de performance indicators van de onderwijsdeskundigen in de hele wereld, is het hoe ver is Nederland met rekenen, waar staat Suriname met rekenen en taal. En nergens is de indicator hoe ver zijn ze met kunst. Wat voor soort mensen maken. Dus je kunt je voorstellen dat de battle vandaag ging over kunst. Want ik wist ook dat ik hier zou komen. En ik heb ze ook gezegd, vanavond ga ik ze zeggen, dat ik $500.000 uit dat pakket heb weggegrepen. Zo van, dit gaat naar kunst in het curriculum. Na de opening werden bezoekers in de gelegenheid gesteld kunstwerken te kopen ten financiële ondersteuning van de kunstenaars. De beurs loopt tot en met zondag 30 oktober in de hal aan de Grote Combiweg.